Wij zijn de ouders van Casper Schop. Wij zijn in het WKZ terechtgekomen omdat bij Casper in ons eigen ziekenhuis 22 Q11 geconstateerd is. We zijn hier naartoe doorverwezen omdat het een specialistische afdeling is. Psychologisch onderzoek gehad. Met Casper zelf gaat het gewoon hartstikke goed. Medisch gezien is er niks aan de hand. Geen gekke hartafwijkingen. Hij heeft wel, als babytje zijn, heeft hij luchtweginfecties gehad, waardoor het balletje is gaan rollen. Verder is het gewoon een normaal jongetje die hartstikke leuk ontwikkelt. Op kinderdagverblijf goed meekomt. Vrolijk is, enthousiast en graag televisie kijkt. We zijn benieuwd naar hoe we hem het beste kunnen gaan ondersteunen in wat hij nodig heeft de rest van zijn leven.